ben Frances Gallimore, ik ben 25 jaar en ik ben actrice. Een actrice of acteur speelt een rol, je speelt een personage en dat personage moet je zo geloofwaardig mogelijk spelen. Ik wil niet dat je aan mijn kinderen komt! Godsnaam, doe niet zo hysterisch! Wat kunnen mijn kinderen? Ik ben eigenlijk al op hele jonge leeftijd begonnen met spelen. Ik heb aangesloten bij een jeugdtheaterschool. Heb ik 6 jaar les gekregen in zang, dans en spel. En toen daarna heb ik een professionele deeltijdopleiding gedaan. En ik doe het omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Ik ben freelance actrice. Dat wil zeggen dat ik verschillende opdrachten uitvoer voor verschillende werkgevers. En daarnaast ben ik sinds kort aangesloten bij een toneelgezelschap. Het leuke aan het werk is dat je samen met je collega's vertelt in een verhaal. En het is heel leuk om dat voor het publiek te doen. Het is leuk om je in te leven in een ander personage. Je doet dingen die je normaal eigenlijk helemaal niet zou doen. Het geeft heel veel voldoening. Als het publiek enthousiast is over wat jij gedaan hebt, dan daar word je blij van. Dan heb je goed gepresteerd. Je moet natuurlijk ambitie hebben. In dit vak moet je het echt graag willen. Daarnaast moet je discipline hebben, doorzettingsvermogen. Want soms krijg je kritieken. Het is best een zwaar beroep. En je moet dus daarom ook sterk in je schoenen staan. Ik zou graag willen zien dat jij nog iets hysterischer wordt. Dus je moet heel goed met kritieken om kunnen gaan. Je moet zelfvertrouwen hebben. Je moet goed samen kunnen werken met je collega's. Je collega's zijn namelijk heel belangrijk in het vak. Want samen moet je het doen. Nou, acteren is natuurlijk heel erg leuk om te doen. Maar daarnaast is het ook een onzeker beroep. Ik ben natuurlijk freelance actrice. En dat betekent eigenlijk dat mijn inkomen heel onzeker is. Ik weet nooit of ik een opdracht krijg of wanneer ik een opdracht krijg. En daarom heb ik hiernaast ook nog een commerciële functie. Als actrice moet je ook heel goed kunnen netwerken. Overal kunnen jouw opdrachtgevers rondlopen. Dus je moet zoveel mogelijk met mensen in contact komen. En je moet eigenlijk jezelf altijd verkopen. Je kan als actrice of acteur op veel plekken terecht. Je kan bijvoorbeeld werken in een theater. Je kan werken voor film, voor tv. Je kan werken in een commercial. Je kan als freelance acteur werken voor verschillende opdrachten. Dus je hebt best wel veel plekken waar je kan werken. Eigenlijk het allerbelangrijkste als actrice is dat je continu lol hebt in wat je doet. Gewoon plezier hebben. En dan kan je heel ver komen.